Hey, welkom. Dit is mijn huis. Kom binnen. Hier slaap ik. Daar is mijn studiootje. Schrijf daar mijn eigen nummers. Of hier. En dan probeer ik ze op te nemen. The moment that I saw you, I saw a face I'll never forget. Ik heb het nummer geschreven voor mijn vriendin. Eigenlijk ben ik al meteen begonnen in Italië op het strand. Het gaat over dat ik mijn vriendin ontmoet heb op het strand. Dat ik haar zag en dat de eerste blik echt op haar viel. En zij, of haar blik meteen op mij viel. En dat we elkaar gewoon zagen zitten. En dat het gewoon eigenlijk, dat we niet dachten dat het iets ging worden, omdat we zo ver uit elkaar woonden. Maar het is toch iets geworden en daar ben ik heel blij om. En daar gaat het nummer over. You're my medicine that takes away the pain. You're my tissue when I've cried. You're an angel by my side. Muziek echt wel belangrijk is in dit gezin. Gewoon ook als we momenten hebben dat we gewoon even niks te doen hebben of zo, weet je wel. Dan gaan we gewoon met z'n allen, gaan we bij mij boven in de studio zitten. Of we gaan hier beneden zitten, pak de gitaar. No more, it cannot wait, I'm yours. Ik ben mijn vader dankbaar voor dat hij mijn supergoede tips geeft altijd van ik zou dit niet doen of ik zou dit wel doen. Dus gewoon ook dingen die normale mensen buitenaf niet durven te zeggen tegen mij bijvoorbeeld. En dat zegt hij dan natuurlijk wel gewoon rechtstreeks tegen mij. En dat durft hij ook gewoon te zeggen. Love, love, so I won't hesitate no more, no more. Ik vind het super leuk dat hij door is alleen al en dat hij nu naar de bootcamp kan. Dat is gewoon super geweldig natuurlijk. Het is echt waar hij al tijden naar uitkijkt. Hij heeft al meerdere keren meegedaan en nu de aanhouden wint, zullen we maar zeggen.